Hoi, en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer een heel mooi, maar een heel sterk bloemstuk maken. Want er zijn zomerse temperaturen, daar genieten we natuurlijk volop van. Maar het is natuurlijk wel superleuk als we ook wel een leuk bloemetje op tafel hebben staan. Maar we willen natuurlijk wel iets wat lang staat. Dat gaan we vandaag maken en ook nog eens een heel apart bloemstuk. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties. En we hebben weer een winnaar. Die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij mag contact met ons opnemen, want je hebt een DIY-pakket gewonnen. Goed, wil je dit pakket bestellen wat we vandaag maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Alle losse materialen zijn ook weer verkrijgbaar. Dus dan kan je daar eventueel ook mee aan de slag gaan. En dan gaan we nu gauw beginnen. Goed, zoals ik al zei, gaan we vandaag een heel sterk bloemstuk maken. Want het is volop zomer en daar genieten we van. Maar we willen ook wat leuks op tafel. En vandaag gaan we een hele aparte taart maken. Maar met sterke materialen, wat heel lang goed blijft en heel apart. Dus ik zou zeggen, laten we gauw beginnen. Ik ga de oase even nat maken. Let altijd op dat je het niet onder water doet, maar dat je het zelf vol laat zuigen. Ook niet onder de kraan houden. En dat pakt even bij en dan gaan we beginnen. Allereerst zorgen we ervoor dat de taart van onder water dicht is. En dat doen we door er eventjes een plasticje omheen te doen. Ik pak de taart als het ware in en ik knip het overige af met een schaar. Als je dat hebt gedaan, dan doen we een vilt om de taart heen. Je kan zelf kiezen welke kant je mooi vindt. Ik ga voor de bruine kant, omdat het iets neutraler is. En dan knip je hem op maat. Als je dat hebt gedaan, doen we er nog eventjes een extra touwtje omheen om zo het vilt vast te zetten en het geeft ook een mooie sfeer. Zo hebben we een mooie basis, de zijkant afgewerkt en daarnaast kan je hem op elke ondergrond zetten wat je zelf maar wil. Dan gaan we verder met de bloemen en zoals ik zei gaan we het apart opmaken, maar wel sterk. Aan de binnenkant maken we een bedje van mos. Eventueel zou je ook een vetplant in het midden kunnen doen als je het leuk vindt. En aan de buitenkant maken we hoogteverschillen en daarin vlechten we weer tussen. Dus ik zou zeggen laten we gauw beginnen. Je houdt dus een rand vrij voor de bloemen. Het bolmos heb ik een beetje gebroken, maar je kan ook één groot stuk doen, net hoe die een beetje mooi uitkomt. Je kan het eventueel vastzetten met krammetjes als je het gaat vervoeren, maar zeg je ik vind dat minder mooi, dan kan je het ook gewoon zo ertussen leggen. En dan maak je het eigenlijk rond. En wat belangrijk is dat je buitenkant een beetje vrij houdt, zodat je daar de bloemen straks kan doen. Ik breek dus gewoon het bolmos. En maak het een beetje passend op de taart. Kijk, een mooie basis zo. Dan is het tijd om verder te gaan met de bloemen. Ik gebruik Casperia, Scabiosa bolletjes, zijdewindlelies en we gaan dus vlechten met berengras. We houden de bloemen lang, maar op verschillende hoogtes om zo een speels effect te krijgen. Ik verdeel eerst de Crasperia. Ik doe eerst een rondje ongeveer op dezelfde hoogte, zodat het wel mooi in evenwicht is. Dan doe ik het volgende rondje met Scabiosa bolletjes. Deze zet ik iets lager ertussen, maar wel op lengte, dus hij blijft wel lang qua steel. Thank you.
dit krijgt dan een heel leuk effect. Dit doe ik ook met de zuiderwindlelies. Die zet ik er weer bij tussen. Soms kan het zijn dat een steel iets scheef loopt. En je wil zoveel mogelijk wel de rechte lijnen erin. Dus dan zet ik hem even iets bij. De zuiderwindlelies zet ik er op dezelfde manier bij tussen. En zoals je kan zien zet ik hem op verschillende hoogtes tussen de rij. En dan hou ik dus mooi aan. En daardoor geef je dat lijnenspel weer... Ja, geeft een mooi element in het bloemstuk. Dus je elke keer die stelen omhoog hebt. Zoals je kan zien geeft het een heel mooi en leuk effect. Dan mag voor mij nog wel iets lengte in met de Casperia bolletjes en de Scabiosa bolletjes. Je kan zelf kiezen waar je dan voor kiest. En dan gaan we beginnen met het afmaken van het bloemstuk. En dat heeft, is in dit bloemstuk een heel leuk effect. Zoals je ziet gaat er wel best wel veel materiaal in. Maar het is wel heel lang houdbaar en het blijft heel lang goed. Zoals de Casperia bolletjes en de Scabiosa bolletjes drogen meestal ook mooi in. Dus dat is helemaal leuk. Dan zou je alleen af en toe een keer de zuiderwindlelies moeten vervangen. Heel speels en heel luxe ook op deze manier. Super leuk. Zoals ik al zei gaan we vlechten met berengras. En dan doen we tussen de stelen in. Dus dat maakt hem heel apart. Je steekt eigenlijk gewoon het berengras in het steekschuim. En dan haal je hem elke keer door de stelen heen. Dus je doet ze omheen. Aan de voorkant en dan de achterlangs, de voorlangs, achterlangs. En op die manier weef je eigenlijk het berengras tussen de bloemen door. En dat doen we steeds om en om. En daardoor krijg je een heel leuk effect aan de onderkant. En dit doen we tot een klein stukje aan de onderkant. En daar waar het stukje ophoudt, het berengras, pakken we straks weer een nieuwe. Waar jouw berengrasje eindigt, afhankelijk van hoe lang die is, steek je weer een nieuwe in. En ga je eigenlijk gewoon verder. En als je dan bij het begin komt, ga je er bovenaan weer verder. Maar waar je dan net boven langs bent geweest, ga je dan onderlangs. Zoals je kan zien geeft dit een heel speels effect en kan je dit eigen herhalen zolang jij dat wil en ook hoe hoog jij dat wil. Maar het maakt net eventjes het bloemstuk iets aparter. Het is wel eventjes werk, maar op zich wel heel leuk werk. Het is ook net afhankelijk van, want dan zie je wel dat je aan de ene kant bijvoorbeeld de stelen net iets dichter bij elkaar hebt dan aan de andere kant. En dat geeft op zich niet, maar dan maakt het soms net iets lastiger met weven. Je kan dit ook herhalen met meerdere berengrasjes tegelijk. Verder doe je dan gewoon hetzelfde. Alleen pak je ze dan als bundel. Gaat het ook iets sneller. Maar het is net hoe precies jij wil weven. Dit kan je eigenlijk zo ver doen
als je zelf wil. Het is altijd mooi als je het een beetje aan doet, dat het een mooi weefwerk is. Zoals je ziet geeft het echt een heel mooi effect. En kan je het zo ver doen als je het zelf wil. Je ziet het effect van het berengras. En aan de buitenzijde werken we nog eventjes het oase weg door nog een klein beetje mos eraan toe te voegen. Dit doen we er heel kort op en zetten we eventjes vast met een krammetje. Zoals je ziet hebben we dan een heel tof bloemstuk. Je kan het weefwerk dus zo ver doen als je wil, hoe breed je het wil. Je kan het ook weglaten als je zegt, ik vind alleen die hoogte is leuk. En wat ook nog leuk is, om het extra te versterken door allemaal crasperiaatjes langs de zijkant te doen. Ik heb het nu helemaal weggewerkt met mos. Dus de binnenkant mos geeft wel heel veel rust. Maar je kan hem ook versterken door daar allemaal crasperiaatjes te doen. Maar dat is natuurlijk wat je zelf leuk vindt. Ik laat jullie nog wel eventjes zien hoe dat er dan uit komt te zien. Ik vind het zo echt een heel tof bloemstuk. De onderkant versterkt het wel door de kleurtjes en de regelmaat van de Crasperia bolletjes. Maar ook zonder de Crasperia bolletjes is die al heel erg tof en maak je hem juist wat rustiger. Wil je dit aparte bloemstuk nou bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl, dan vind je het onderkopje cursuspakketten. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Laat vooral weten wat jij hiervan vond. Het is in ieder geval super sterk. Laat me ook weten wat je graag zou willen zien. Ook richting de herfst, want na de zomervakantie gaan we natuurlijk met allerlei leuke herfstmaterialen aan de slag. Ook super leuk. Lijkt nu nog heel ver weg, maar voor je het weet is het zover. En een heel leuk seizoen om natuurlijk mee aan de slag te gaan. Maar eerst natuurlijk nog de zomerstukken. Goed, ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!